così nel 30. Goedenavond, wij hopen dat u een fijn paasweekend heeft gehad. Het aantal COVID-19 besmettingen stijgt aan de ene kant lichtjes. Aan de andere kant neemt het aantal besmettingen toe. En we hebben hier, neemt het aantal besmettingen lichtjes toe. En vooral het aantal personen dat is gevaccineerd neemt ook toe. Moeten we ons zorgen maken omtrent het Pagua-incident of zal het meevallen? En hoe staat het met de COVID-19 varianten? Vandaag nemen wij een heel nuchtere kijk op COVID-19, op de COVID-19 situatie. Welkom bij Onder de Loep, het programma waarin we de actualiteiten in breder perspectief plaatsen en vanuit meerdere invalshoeken bekijken. Welkom bij Onder de Loep, het programma waarin we actualiteiten in breder perspectief plaatsen en vanuit meerdere invalshoeken bekijken. In deze afleveringen bekijken wij de COVID-19 situatie. Deze is als volgt: 9.193 COVID-19 positieve, 17 personen in ziekenhuizen en 5 in ICU. Gisteren waren er 10 nieuwe COVID-19 besmettingen genoteerd. Naast Paramaribo, Wanica, Saramaka en Ikeri is in het district Kommewijnen ook 1 persoon positief getest. Na de break stel ik mijn gast aan u voor. Uw huis behoort lekker te ruiken. Uw kantoor hoeft geen stressvolle omgeving te zijn. Programmeer uw eigen tijden met meer dan 40 geuren met de nieuwe parfummachine van Matrax. Maak vandaag nog contact met ons en geef uw omgeving zijn eigen unieke parfum. En nogmaals welkom bij het programma Onder de Loep. Aan mijn tafel vandaag John Codington. Hij is hoofd van het klinisch chemisch lab van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Welkom. En onze gastcolumnist vandaag is Robbie Parabishing, meer bekend als Rapa. En meneer Codington, natuurlijk laat me eerst vragen, hoe was uw paasweekend? Werkend of toch even rustig? Rustig, ontspannen. Ik had mijn moeder, die 85 jaar geworden was, op Witte Donderdag. Dus dat was een beetje dat nog gefeliciteerd. Voorbereiding. En met Pasen bezig zijn met mijn hobby en dat is landbouw. Oké, mooi, mooi. En de situatie, baart het u ook zorgen? De COVID-situatie? Het baart me zorgen, maar laat me dit ervan zeggen. Ik denk dat we heel rustig de situatie moeten analyseren. Het is nog te vroeg om allerlei zaken te roepen. We zien dus wel een stijging. We zien dat het percentage positieve aan het toenemen is. Het aantal positieve zelf in absolute zin neemt ook toe. Conclusies nu trekken is een beetje te vroeg. Het kan ook een spike zijn. Maar het kan ook zijn dat het begin is van een volgende golf, helaas. Ja, want in het buitenland praten ze zelf van een derde golf. Ja, in het buitenland een derde golf. En daarom zeg ik ook, het wordt dan ook een beetje, als je ziet dat in het buitenland er geen Pagua gevierd is, er zijn geen andere activiteiten, dan moeten we hier ook heel voorzichtig zijn om direct oorzaak, gevolg, om te zeggen, nou, omdat er Pagua was, zijn de zaken aan het stijgen. We weten dat het aantal contactmomenten, mensen wilden feest vieren, want het is een feest wat uitbundig gevierd wordt. Het wordt heel moeilijk om mensen te zeggen van, ja, je moet het een beetje heel timide doen.
tegelijkertijd hadden wij in Suriname dus ook het paasweekend. Ja. En Pasen is, in tegenstelling tot Pagwa, is dus meer een stukje ingetogenheid. Ja. Christus die is overleden. En mensen mogen zelfs op Witte Donderdag niet eens zingen, heb ik begrepen. Het is in alle eenvoud. Je hebt die zaken gehad en je kan dus ook niet uiteindelijk de conclusie trekken, ja, omdat het Pasen is geweest. Ja, ja. Dan hebben we een stijging gehad. Dus we moeten rustig gaan analyseren. Kijken, we zien een lichte stijging. En daar moeten we toch heel alert op zijn. Ja, ja. Om zeker de maatregelen die we moeten nemen om een ongebreidelde verspreiding dat uit de hand kan lopen, om die tegen te gaan. Oké, maar u zegt we moeten de zaak analyseren, maar we kunnen ook niet rustig sit back en relax. Ik denk dat je rustig moet sitbacken en relaxen. En gewoon de dingen doen die je behoort te doen. Het is net als een topsporter, je weet wat je behoort te doen. Als dingen een beetje uit de hand lopen, dan is er een draaiboek. En ja. Dat draaiboek behoort het ministerie te hebben. Ja. Dat draaiboek behoort eigenlijk iedere ondernemer te hebben. Dat draaiboek behoort de pers te hebben. Ja, ja. Van wat is onze rol hierbij. Dus nooit goed om in paniek te raken. Ja. Toch? Juist rustig zitten en zaken proberen te analyseren. Ja, en als we kijken naar de landen, vooral Frans-Guyana, waar we toch wel een groot personenverkeer hebben over de grens. Als we daar zien dat het toch zeg, misschien een piek of misschien een stijging, moeten we ons toch zorgen maken? Nou, onze zorgen moeten liggen in het feit dat we als mensen met elkaar in verbinding zijn. Mensen gaan de grens over. Om een heleboel redenen. Sommigen wonen in Suriname en in Frans-Guyana. Sommigen werken in Frans-Guyana, wonen in Suriname. Nou, dat persoonlijk verkeer kan maken dat als het heet wordt aan onze grenzen, ja. Bij onze buren, dat het kan overwaaien. Hetzelfde. Ook als het hier in Suriname heel ernstig aan het toenemen is en het is in Frans-Guyana rustig, dan is de kans groot dat vanuit Suriname de zaak kan overslaan naar de buren toe. We hebben het met Guyana en we hebben onze grenzen met de luchtvaart, dus Sanderij, waar mensen naar binnen kunnen komen. Dus dat wordt ook gemonitord om zeker te weten dat mensen niet met een virus of het virus, het COVID-virus, binnen kunnen komen. Maar welke test je ook doet, welke maatregelen je ook treft, helaas, het is nooit 100% waterdicht. Ja. En ja, wat zijn de uitdagingen momenteel om de situatie toch redelijk te houden? Want u had het eerder over een draaiboek eigenlijk die alle belangrijke instanties, ook de media, zou moeten hebben hoe we zaken in toon moeten houden. Ja, dus de draaiboeken, een heleboel draaiboeken die zijn dus geschreven. Er zijn protocollen voor hoe te handelen onder deze situatie, maar ook als het ernstiger mocht gaan worden. Men weet van als we merken dat de intensive cares, dat er meer en meer mensen erop komen, dat men ook binnen ziekenhuisinstellingen bijvoorbeeld gaat moeten terugschalen. Dat betekent dat we, en dat is gebeurd, dat men een bepaalde zorg die men aan bepaalde patiënten gaf, gaat men even terzijde leggen om zich te richten op COVID, op de COVID-zorg. Zo heb je dus de draaiboeken die al klaar liggen, die gewoon opgevolgd dienen te worden. Maar er zijn natuurlijk ook lessons learned. Wat hebben we geleerd van de afgelopen tijd? Wat kan beter? Ja. En daar van ben ik dus niet op de hoogte of dat werkelijk gebeurd is en door wie dat gedaan is. Want het lijkt me bijvoorbeeld ook goed dat als je gaat evalueren, dat het goed is dat je ook iemand van buiten naar jouw situatie laat kijken. Ja. Want als je zelf de maatregelen hebt getroffen en je moet daarna jezelf gaan evalueren, dat wordt lastig. Dan kunnen we blinde vlekken hebben. Ja, ja. Dus ik hoop dat de overheid in ieder geval ook nu in deze periode zich haast om organisaties te vragen om het beleid te evalueren. Oké, en we zien ook dat het aantal gevaccineerde personen toeneemt, maar daarop komen we straks. We gaan eerst naar onze columnist Rappa, maar nog niet. We pakken eerst een kleine break. Uw huis behoort lekker te ruiken. MUZIEK
liefdevolle omgeving te zijn. Programmeer uw eigen tijden met meer dan 40 geuren met de nieuwe parfummachine van Matrax. Maak vandaag nog contact met ons en geef uw omgeving zijn eigen unieke parfum. Kijkers, goedenavond. Zo'n jaar geleden kwam een kwaadaardig virus de wereld over en ook over ons land. Het coronavirus, oftewel COVID-19. Wat begon als een epidemie, werd al gauw een pandemie. Na een jaar houdt dit virus ons en de wereld nog steeds in zijn beknellende griep. Ayokrono. Gelukkig zijn er intussen een aantal vaccins beschikbaar en zijn miljoenen mensen reeds gevaccineerd. Maar soms krijg je het gevoel dat de commercie hierbij een grote rol speelt en dat rijke landen eerder over grote voorraden kunnen beschikken. Ja, eerder dan de minder kapitaalkrachtige landen. Niet voor niets vroeg de paus dat we dat moeten delen met elkaar. Maar ja, alles draait om poen. Ik bedoel natuurlijk geld, hè? Maar eerst, wat is een pandemie? Dan moeten we dan eigenlijk teruggaan naar wat is een epidemie. Nou, een epidemie is een snelle verspreiding van een besmettelijke ziekte in een bepaald gebied. Nou, en een land, zo kennen we malaria-epidemie of pokken-epidemie, pest-epidemie, tyfus-epidemie, nou, noem maar op, dat zijn een heleboel. In ieder geval, op het moment dat echter zo'n epidemie zich gaat verspreiden over meerdere landen, zelfs wereldwijd, dan spreekt men van een pandemie. En pan betekent geheel of totaal. En demie komt dan van demos, dat is volk of bevolking in het Oud-Grieks. In de 21ste eeuw is het risico van het uitbreken van pandemieën toegenomen, vindt men. Ja, dit komt onder andere door, stelt men, snelle bevolkingsgroei, waardoor ook een sterke verstedelijking is ontstaan. En daarbij zijn ook megasteden gevormd, dus steden met 8 en 10 en 12 miljoen mensen. Nou, daar heb je dat. Verder is dus ook het wereldwijd reizen enorm toegenomen. Ja, en zo heb je nog een aantal oorzaken van pandemieën die kunnen uitbreken. Enkele belangrijke pandemieën van de afgelopen 100 jaar, die waren de Spaanse griep van 1918 tot 1920. Wel, dat was een big one. Ja, zo'n 500 miljoen besmette mensen. 500 miljoen besmette mensen. En men schat zo'n beetje tussen de 20 en de 80 miljoen doden. Nou, dat is een fix aantal. Daarna had je de Aziatische griep van 1957 met zo'n 1 miljoen doden. De Hongkong-griep uit 1968 met 700.000 doden. Dus het grote aantal hebben we niet meer zo gehad met die pandemieën. Opvallend is dat al deze pandemieën, die genoemd zijn hier, het gevolg zijn van gemuteerde en kwaadaardige influenza-virussen. Ja, ook de huidige COVID-19-pandemie is daardoor veroorzaakt. Ja, ondanks alle beschikbare vaccins zullen we echter die beschermende maatregelen, die protocollen, vooral in het openbaar, in crowded places, in acht moeten blijven nemen. Dit virus is namelijk niet zo makkelijk klein te krijgen en neemt steeds nieuwe vormen aan, die noemt men dan mutaties. En hoop je maar dat die vaccins ook daartegen wat doen. In ieder geval, zoals de heer Konington het ook zei, we moeten zaken in alle rust aanpakken en bestuderen en de protocollen volgen zonder in paniek te raken, want daar kom je ook niet veel verder mee. In ieder geval, bedankt voor uw aandacht. En tot de volgende keer. Goedenavond. Ja, dat hebben we dan gehoord, de column van Rappa. En hij heeft de situatie toch heel goed in kaart gebracht. 100%. Ik zou zeggen dokter Rappa. Dat is fantastisch. Nee, dat is
eigenlijk gewoon ja, zoals het zich manifesteert. En ik denk dat daar geen spel tussen te krijgen is. Dat is precies hetgene wat ons teistert op dit moment. Oké, okay. En een woord dat hij zei op het eind, die is me toch bijgebleven, paniek. We zien soms dat toch wel mensen in paniek willen geraken. Ook dat is natuurlijk. Hè? Het is net als wanneer als je ergens aan de poort bij iemand komt of het erf binnenloopt en er komt plotseling een hond aangerend. Dan kan je zeggen, ja, je hoeft niet bang te zijn. Ja, ja. Maar je zegt toch wel, hé, hoor aan dat goed. En ik denk dat hetzelfde met COVID geldt. Ja, de beelden die wij in eerste instantie hebben gekregen, die over de hele wereld zijn geweest via social media, ja, die waren zodanig dat dat ook op onze hersenvliezen zijn blijven, of op onze netvliezen zijn blijven vastzitten. We zien ook beelden vanuit de intensive cares, overvallen intensive cares. En de dood, want daar gaat het om. We zijn bang voor de dood. We willen niet doodgaan, we willen niet te vroeg doodgaan. En COVID, het lijkt erop alsof mensen, als ze dat krijgen, dat ze dus te vroeg zullen sterven. En dat is een beetje die angst die er is. Want ik zeg ook, als COVID iets zou zijn wat we zouden kunnen oplopen, en na 3-4 dagen ben je weer lekker fris, dan hadden we dit absoluut niet. Ja. En dan maakte het niet uit of 100 miljoen of 1 miljard mensen besmet waren. Het punt van COVID is het vooruitzicht dat het eventueel je leven zou kunnen beëindigen. Okay. En ja, als we kijken naar een land als Curaçao, waar het in een maand tijd zo desastreus fout is gegaan, dat de ICU's, het nieuw ziekenhuis, ligt vol. Ze hebben het oud ziekenhuis weer moeten, weet je, inzetten. Ja, en kijk daar weer. Daar is er dus geen Pagua geweest. Nee. We zien dus ook een outbreak. Eigenlijk bijna tegelijkertijd met wat we dan in Suriname mogelijkerwijs kunnen gaan krijgen. Ik heb vandaag nog contact gehad met een aantal mensen die op de Antillen wonen, ook collega's. En men geeft aan op Curaçao dat er zeer waarschijnlijk de Britse variant, dat die maakt dat mensen besmet raken door het Britse variant van het COVID-virus. En wat men daar ziet, is dus dat zijn de eerste berichten die ook wel heel voorzichtig bekeken moeten worden, hoor. Dat daar ook jongeren, en wanneer ze zeggen jongeren bedoelen ze niet mensen onder de 18, maar dat juist de mensen tussen de 40 en de 60 ernstig aan toe zijn. Ja. Terwijl we hebben gezien het afgelopen jaar ook in Suriname, dat de mensen die ernstige gevolgen hadden van het oplopen van COVID, dat mensen waren die vaak boven de 60 en boven de 70 waren en daarnaast ook nog onderliggende klachten. Ja. Zoals suikerziekte, hoge bloeddruk, overgewicht. En ik heb vandaag begrepen dat dat niet zo is bij de mensen die nu op de intensive care, een aantal mensen op de intensive care op Curaçao, dat die gewoon niets onderliggend hadden en ook nog rond de 40, 50 jaar zijn. En dat baart natuurlijk zorgen, maar het is, ja, we weten ook niet, het is nog een beetje te vroeg ook om te zeggen van, maar hoe komt dat precies, het wordt vastgesteld op dit moment. Ja, ja. En dat betekent dat we voor Suriname ook zouden moeten weten of we dus ook een mogelijke dreiging van zo'n Britse variant. Wij hebben onze lijnen met Nederland. En als in Nederland zo'n Britse variant aankomt, dat de kans dus groot is dat mensen die daar wonen, als ze voor wat voor reden ook naar Suriname komen, dat ook zo'n Britse variant in Suriname geïntroduceerd zou kunnen worden. Oké. En een beetje over de mensen die ingeënt worden. We hadden toch wel gehoopt dat met de ontwikkeling van de verschillende vaccins, verschillende merken vaccins, het vaccin dat ontwikkeld is, dat de situatie toch wel anders zou zijn. Tenminste, ik had dat gedacht. Maar we zien dat, ja. Nee, dat had ik niet gedacht. Het vaccin, je moet ook een bepaalde dekkingsgraad hebben. Je moet een aantal mensen hebben die gevaccineerd zijn. Wil je de situatie hebben dat het
positief is voor het land om een heleboel mensen te beschermen dat ze vervolgens geen COVID hebben. Je kunt natuurlijk zeggen vaccineer iedereen, maar daar zien we ook al de beperkingen. Want zeker het vaccin wat we in Suriname op dit moment hebben is niet uitgetest voor mensen onder de 18 jaar. Nee. Dus dat betekent dat je een hele grote groep van 0 tot 18 niet kan en mag vaccineren. Ja. Omdat het vaccin simpelweg niet daarvoor is uitgetest. We hebben een relatief jonge bevolking in Suriname. Toch? Ja. Heleboel, als we het vergelijken met Europa, waar die bevolking aan het vergrijzen is. Ja. Dan zou dat een goede zaak zijn voor Europa. Maar in Suriname zullen dus een heleboel mensen ongevaccineerd rondlopen. Ja. We weten dat die mensen ook COVID kunnen krijgen. Ze worden er alleen niet ziek van. Maar ze kunnen het verspreiden. Dus de introductie van het vaccin was voor mij niet de reden om te zeggen van, dan gaat het beter in Suriname. Ik denk dat we twee dingen moeten begrijpen. Het vaccin is er om te zorgen dat de risicogroepen, dat die niet onnodig dood zullen gaan. En dat betekent, en daarom heeft men ook ervoor gezorgd om, als u kijkt naar de eerste strategie, dan heeft men ervoor gekozen om de 60-plussers op te roepen om zich te laten vaccineren. Omdat blijkt dat daar in die groep de grootste groep doden zou kunnen vallen. Daarnaast, of als eerste hebben ze de werkers, de frontline werkers gevaccineerd, omdat indien er een geweldige uitbraak zal zijn, dan heb je handen aan het bed nodig. En je wil dat die handen niet ziek zijn tijdens de pandemie. Niet. Dus het is er zullen meerdere trappen komen. Dus het is een raket die afgeschoten wordt in Suriname met eerst de frontline werkers. En ten tweede de mensen die mogelijkerwijs kunnen overlijden als ze het hebben. Maar dat wil niet zeggen dat COVID daarmee door het vaccin wat dan geïntroduceerd wordt uit de wereld is geholpen. Maar absoluut nog niet. Maar gevaccineerd zijn wil niet zeggen dat je geen COVID meer kan krijgen. Daar zijn de meningen ook nog niet helemaal duidelijk over. Er zijn mensen, groepen die beweren dat als je eenmaal gevaccineerd bent, dat je in principe het virus, als je het oploopt, dan is het een kwestie van een dag tot een paar dagen maar. En zodanig dat je het niet kan overdragen. Ja. En dan ben je dus eigenlijk al een soort verdediging voor mensen die het nog niet hebben gehad. Maar dat is pas na de tweede prik? Of na de eerste prik heb je dat die dekking is, al? Die tweede prik is eigenlijk een booster. Het is niet zo dat je na de eerste prik helemaal niet gedekt bent. Dat is niet zo. Een x-percentage van mensen die zijn bij de eerste prik eigenlijk al voldoende gevaccineerd en gedekt. Dat ze bij het oplopen van het COVID-virus, dat ze dus eigenlijk niet ziek zullen worden. Ja. Maar men heeft gezien dat eigenlijk de effectiviteit of de efficacy, dat die groter is als je dus twee... Maar dat is dus bij dit vaccin, AstraZeneca. Ja, want die ligt echt onder vuur nu in Europa. Ja, nee, maar dat is een beetje zo als het ontwikkeld is en uitgezocht is. Maar er zijn andere vaccins waar je maar één hoeft te krijgen. Dan krijg je geen booster. Ja. Dus dit heeft gewoon te maken met het vaccin waarvoor wij nu op dit moment de middelen hebben in Suriname. Dat je dus twee moet krijgen. En ook als je de tweede hebt gehad, zullen er weer een groep mensen zijn. Ja. Die ondanks het feit dat ze twee hebben gehad, zijn ze nog steeds niet beschermd. Ja, ja. Dus een klein percentage. Normaal bij vaccins? Ja, dat is normaal. Toch? Een klein percentage van de mensen die zal ondanks beide vaccinaties indien ze COVID oplopen, het gewoon krijgen en ziek van worden. Ja, en we zien dat sommige mensen toch meer social media en het internet geloven dan hun autoriteiten. En we zien dat, zoals ik eerder aangaf, dat het AstraZeneca-vaccin die we gebruiken in Suriname toch wel onder vuur ligt. Want er wordt een heleboel zaken die gebeuren, een aantal mensen, dat toch wel trombose heeft opgelopen nadat ze het vaccin hebben ingenomen. Andere mensen die in coma zijn geraakt. Het zijn toch wel zaken waarbij mensen toch wel huiverig zijn om toch het vaccin te nemen. De dingen die bekend zijn gemaakt over het vaccin kloppen. Het zijn geen fabeltjes. Het is geen fake news. Ik heb ook niet zo lang geleden begrepen dat men heeft ontdekt dat vrouwen die de pil gebruiken, dat als ze dus de pil gebruiken en die het vaccin krijgen, dat een groep is die
eerder trombose zou kunnen ontwikkelen. Maar ook dat zijn kleine getallen nog steeds. Toch? Men heeft 2 of 3 gevallen gezien. En dat wordt natuurlijk direct breed uitgemeten van jongens. Eigenlijk is het de bedoeling dat de wereld zegt, dat men aan de wereld zegt, jongens, let op, want dit hebben we gezien. Maar wil niet zeggen dat daarmee je het vaccin moet desavoueren of zeggen van het is niet goed. Toch? Het werkt, maar net als elk geneesmiddel, voor sommige mensen zal het helaas ook niet werken. Ja, en ook voor hetzelfde geldt dat een aantal mensen ook het vaccin nooit zullen nemen om uiteenlopende redenen, religieuze redenen, redenen van ik geloof er niet in en allerlei andere dingen. Als we een bepaalde dekkingsgraad bereiken in Suriname wanneer een aantal mensen ingeënt is, zullen die mensen die niet gevaccineerd willen worden gevaar vormen? Ja, ze vormen altijd een gevaar natuurlijk. Want als je niet gevaccineerd bent, betekent het dat je dus mogelijkerwijs makkelijker het virus zou kunnen oplopen. En als je het oploopt, dan kan je het natuurlijk ook weer verspreiden. Maar goed, het is een vrije wil van mensen om zich te laten vaccineren. Ik denk dat de wet ze niet verplicht om het te nemen. Maar als je voldoende mensen hebt, als het aantal mensen dat gevaccineerd is groot genoeg is, dan maakt het ook niet uit of die paar mensen zich niet laten vaccineren. Ja. Maar en aan de andere kant, al ben je gevaccineerd, een aantal dingen, die maatregelen die nu gelden, gelden nog steeds bijvoorbeeld. Het belangrijkste waarvoor zelf een rechtszaak is geweest van altijd mondkap op. Ook dat zijn zaken die naarmate de tijd vordert, we zullen zien of dat nog wel nodig zal zijn. Maar gelooft u dat we het altijd nodig zullen hebben of op een dag kunnen we zeggen van, hey, we kunnen nu vrij ademen? Nou, mijn persoonlijke mening daarover, en het heeft niets te maken met any wetenschappelijk ding, is dat ik hoop dat we het niet nodig zullen hebben. Omdat ik ook zeg, wat COVID doet, COVID is een heel asociaal wezen. Het pakt ons in het diepste van wat we zijn als mens. Gaat u maar kijken naar kinderen, ga naar een crash. Zet kinderen bij elkaar en dan zie je hoe ze elkaar omarmen en met elkaar spelen en handen schudden en een brasa geven. Niemand heeft het geleerd. Het is iets wat in ons zit. En als we naarmate we nu ouder worden gaan begrijpen dat we dat niet meer kunnen doen. We kunnen elkaar ook de loved ones, want je hoeft niet iedereen een brasa te geven. Maar als ik de mensen waarvan ik hou geen brasa kan geven. En het feit dat ik mensen niet, ja, handen schudden kun je misschien een alternatief, maar ook ik vind dat een beetje dat elleboogding, als dan nee, grond echt, weet je. Ja, toch? Ik hoop van ganser harte dat we op een bepaald moment, dat we niet het nieuwe normaal zullen hebben, maar dat we echt gewoon kunnen gaan naar het oude normale, wat lekker goed aanvoelt. Dat is mijn hoop. Okay. Maar vooralsnog, met COVID, moeten we wel ons een beetje aanpassen en het nieuwe normaal. En dat is dus zorgen dat je altijd je handen wast, je temperatuur opmeten, zorgen dat je in een goed geventileerde omgeving zit om geen COVID op te lopen. Daar zullen we voorlopig aan moeten geloven. Okay. En ja, de recente situatie in de wereld, we hebben beelden, laten we even daarna gaan. Lekker gezellig. Iedereen zit op zijn eigen kleedje. Gaat hartstikke gezellig. Prima te doen. Wat zijn de plannen? Pizza bestellen en blijven zitten. Genieten van de zon. Ja, lang naar uitgekeken? Dat zeker, ja.
Eerst moest ik super lang in een Zoom-meeting zitten, want dat studeren anno nu. Maar daarna mocht ik hierheen en het is echt top. Het is bijna alsof er geen corona is. Toen we hoorden dat het lekker weer werd, toen dachten we, nou gaan we naar werk even lekker in de zon zitten. Ja. En toen kwam je hier, toen dacht je, oh wat druk. Of dacht je, oh wat gezellig druk. Nou, ja, ik dacht wel stiekem van, oh, wat leuk, zoveel mensen weer. Ik dacht, het leek wel een festival. Ja, ik woon met hen, dus ik vind het niet erg om dan nu buiten ook met hen te zitten, want we zijn toch één huishouden. En als we afstand houden van de andere groepen, denk ik dat het best wel prima kan. Ja, maar daar ben je wel toch wel mee bezig nog dan ook? Ik zou bijna zeggen helaas wel, maar het is ook prima. Want het zal 7 weken op rij dat de cijfers toenemen, dus ik kan er wel rekening mee houden. Oh, ik heb elk jaar op mijn verjaardag lekker weer, dus dat zit elk jaar mee. Nou, mooi. Was je al van plan om het zo te vieren? Of, Nee, ik had het eigenlijk al gevierd dit weekend, een klein beetje. En toen werd het mooi weer, dus ik dacht, joh, ik vraag al mijn vrienden of ze gezellig mee... Nou, niet al mijn vrienden. Al je vrienden? Dus al mijn vrienden. Nee, of iedereen gewoon even gezellig naar de plas komt. Dus gezellig. Leuk, hebben jullie al wat gegeten? Gaan jullie nog eten? We hebben pizza besteld, dus dat komt als het goed is zo aan. Dan. Uw huis behoort lekker te ruiken. Uw kantoor hoeft geen stressvolle omgeving te zijn. Programmeer uw eigen tijden met meer dan 40 geuren met de nieuwe parfummachine van Matrax. Maak vandaag nog contact met ons en geef uw omgeving zijn eigen unieke parfum. En welkom terug. We hebben toch wel de Pagua-beelden gezien. Ja, Vakapasi, waar er zoveel is gezegd, maar het is niet alleen Pagua. Die waarbij mensen bij elkaar komen en toch elkaar kunnen besmetten. En niet alleen dat wat we gezien hebben is de oorzaak. Ja, dat klopt. We hebben de Wakapasi beelden gezien met een heleboel jongeren. Het is wel zo dat wanneer je openbare events hebt, dat je niet weet wie daar naartoe komt. Ja. En de informatie die ik had van een van de managers van Wakapasi zelf, is dat er dus bijvoorbeeld ook een groep buitenlanders waren. En je vraagt je af, hoe komen die buitenlanders in Suriname? Wonen ze in Suriname? Of zijn het ook illegalen? Die het natuurlijk leuk vinden, zodra er iets is en ze zien een crowd, dan gaan ze er naartoe. Ja. En wetende dat we met alle varianten die we zullen krijgen, die zullen geïmporteerd zijn, dan loop je dus de kans dat zo een vreemdeling die daar is, de reden kan zijn dat je in zo'n public event een begin krijgt van een verspreiding. Ja. Dus vandaar dat je in principe, als het mogelijk is, de hot spread events, de super spread events, zoals een openbare viering waar duizenden mensen bij elkaar kunnen komen, die moet je eigenlijk beperken. Net zoals bijvoorbeeld de bordelen. Dat is ook een superspread event. Ja. En daarom zie je ook dat de minister, in alle maatregelen die versoepeld zijn geworden, zijn de bordelen nog steeds niet geopend. Ja, ja. Toch? Het is misschien ook voor een paar mensen. Ik weet dat bijvoorbeeld in sommige landen, want was er iets over, is dat nou een essentiële dienst? Maar ik kan u zeggen, in Canada geloof ik, zijn de plekken waar marijuana verkocht wordt. Je hebt dus legale marijuana plekken en ook plekken waar bordelen, die zijn tot essentiële diensten genoemd. Ja. En die worden meegenomen in de maatregelen die men treft. Nou, hier hebben we besloten dat openbare events tot een superspread kunnen behoren, bordelen. En dan moet je eigenlijk daar ook aan houden. Ja. En nou, het is gebeurd. We moeten nog even afwachten. Het lijkt erop alsof het misschien een beweging in gang heeft gebracht. Maar laat me dit ook ervan zeggen. Pagua is niet alleen gevierd op Wakapasi. Precies. Ik heb ook met een paar Hindoestaanse vrienden van mij, heb ik op Kommerwijnen, ook hebben we
gezeten en de kinderen die zaten te ravotten. En dan kwamen arbeiders van die heer daar naartoe en familieleden en buurtgenoten. Ook dat zijn eigenlijk events waar mensen die trekken van de ene plek naar de andere. Hè? Want ze blijven dus niet de hele dag daar. Ja, ja. Ze hebben dus eigenlijk die sociale bubbel waarin ze normaliter zitten. Waar ze met hun gezin en noem maar op dagelijks zijn. Die wordt even doorbroken omdat mensen van heinde en verre, van Saramakka, van Nikeri, die komen ook van, hé, ik ga naar mijn neef, kom mijn wijnen, ik ben van Nikeri en ik ga daar Pagwa vieren. En als het goed is, heb ik de cijfers van gisteren, dacht ik, gezien. Ja. Waarbij men ook, en je hebt het ook aangehaald, ja, dat men zegt, ja, maar we hebben ook in Nikeri en ook in Saramakka dingen gezien. En dat heeft waarschijnlijk niets te maken met Wakapassi. Ja, ja. Maar gewoon het feit dat mensen uitbundig zijn op zo'n dag. En dat mensen gaan travelen. En ze gaan zich verplaatsen. En zodra mensen zich gaan verplaatsen, verplaatst COVID zich. Ja, en laatst of gisteren heb ik gezien op Facebook dat er de politie aan te pas moest komen op een feest. Iemand had een streetparty georganiseerd. En de politie heeft het gestopt, maar mensen bleven toch rondhangen. Eigenlijk, als we ernaar kijken, het is eigenlijk een beetje moeilijk, want de mens is van nature een sociaal wezen. Ja, u zei het eerder, we houden van die brasa, we lobby om bij elkaar te zijn. En na een jaar hebben we het toch niet afgeleerd om een beetje die afstand te houden. Ja. Maar ik denk, ik zou bijvoorbeeld de beleidsmakers een advies willen geven. Je moet blijven communiceren met die samenleving. Je moet je niet verlaten tot allerlei maatregelen waarbij je mensen gaat verplichten en sancties gaat opleggen. Want dat gaat niet helpen. Het werkt averechts. Het werkt averechts. Wat je zou moeten doen is mensen bijvoorbeeld, ik kan u bijvoorbeeld uitleggen dat al die COVID-testen die we moeten doen, ik was blij dat het een beetje rustig was. Want niemand vraagt zich af hoe duur het is en wie dat betaalt. Ja, het leek zo normaal. We hebben een moeilijke situatie in Suriname. Financiën zijn een probleem. We zien we worden gedowngrade en noem maar op. Dus money no there. Nou, dan hebben wij samen de verplichting om te zorgen dat we zo min mogelijk toch, de oorzaak zijn dat we uitgebreid moeten gaan testen. Want als we nu plotseling 1000 en 3000 mensen moeten testen, ik kan u aangeven, het zijn alleen maar US dollars die we moeten uitgeven. Want geen van die testkits die worden in Suriname gemaakt. Ja. Of we moeten ons weer gaan verlaten tot een bedelstand en dat we weer moeten kijken wie gaat ons helpen. Gaan we uit India, gaan we uit Nederland, gaan we uit Amerika, gaan we uit Frankrijk? Wie gaat ons helpen om die testen te bekostigen? Wanneer je mensen nu uitlegt van jongens, jullie gedrag kan maken dat het geld wat we al niet hebben, dat we het moeten gaan besteden aan zaken waarbij ik zeg van, heb je liever dat de producten in de winkel goedkoper zijn of dat we dat moeten gaan besteden aan effectief testen en tienduizenden mensen plotseling testen? Ja. Nou, leg mensen dat uit en leg ze uit dat zij zelf ook een verantwoordelijkheid hebben in deze om ervoor te zorgen door hun gedrag aan te passen dat ze een bijdrage leveren in 's landse economie. Ja, en u heeft vaker aangegeven dat we moeten gaan leren leven met COVID-19. Maar al leren leven voor UNO is niet de juiste hoe we omgaan met COVID-19. Nou, ik vind dat we een vrij gehoorzame samenleving hebben. We zijn al heel gauw om die stok te nemen en die samenleving te slaan. En zeggen van ja, mensen zijn ongehoorzaam. Mensen doen altijd wat ze doen. Toch? En als het dan slecht gaat, dan zeggen we, zie je wel, het zijn ongehoorzame mensen. En het moment waarop het goed gaat, dan zeggen we, ze zijn gehoorzaam geworden. Ik geloof daar niet in. Toch? Je moet zaken zichtbaar maken voor die samenleving. Laat ze zien hoeveel het kost. Laat ze zien wat het ons... Datgene wat we verliezen aan kinderen die geen onderwijs kunnen volgen. Die gebrekkig onderwijs volgen. We verliezen bijna een generatie, kan ik zeggen, aan intellectuelen. Die we niet kunnen gaan inzetten voor de toekomst van Suriname. Willen we nu leven of willen we ons ook inzetten en verantwoordelijk voelen dat het kind, toch onze kinderen, onze kleinkinderen, dat ze ook een kwalitatief goed leven kunnen leiden. Ja. Nou, en als we dat willen, en als we mensen dat duidelijk maken van, kijk hoeveel onderwijsuren zijn we al kwijtgeraakt. Je haalt dat niet meer in. Nope. Toch? Niemand moet mij komen zeggen van, we gaan nu in de grote vakantie gaan we dingen bijwerken. Verloren tijd is verloren tijd. Toch?
En laten we dat met elkaar gaan beseffen. En laten we met elkaar gaan kijken, wat vinden wij nou belangrijk als Surinamers om voor te leven. Vinden we het belangrijk om één dag een lekker event te hebben en de rest mogen kinderen het bekijken of mogen oudjes doodgaan? Takangadisma. En vraag ze ook wat ze als oplossing hebben. Ja. Er wordt te veel van bovenuit gedirigeerd. Toch? En dan voelt het een beetje bestraffend aan en dan willen mensen eruit breken. Maar ga en maak gebruik van je community leaders. Wie het ook zijn, of het nou voorgangers zijn, of het nou mensen in een buurt zijn, of het nou je leerkrachten zijn, want die hebben ook contact met de ouders van de kinderen. En vraag ze van jongens, hey, luister even, wat denk je dat de beste oplossing is? En dat is wat ik eigenlijk mis. Oké, tot slot. Hoe ziet u de komende periode? Dan kijken we ook naar de activiteiten die zijn geweest. Dan verwachten we ook toch wel meer testen die gedaan zullen worden. Laat me zeggen, ik kan niet optimistisch zijn. Dat niet, want als er meer testen, u zegt ook meer testen, betekent dat we al bijvoorbeeld de mensen die testen, dat zijn analisten, die zijn niet zo goed onder de aandacht gebracht. Want we kijken altijd naar mensen op de intensive care. Maar het begint toch, ook de mensen die nu getest moeten worden, dat zijn analisten die dat doen. En die staan al nu langer dan een jaar onder druk. Want die groep is niet groot. Yeah. Het zijn diezelfde mensen die week in week uitwerken. En dan maakt het niet uit hoeveel geld je ze betaalt. Uiteindelijk gaan ze krekken. Ja. Zo? Wat we dan, als ik zie dat cijfers omhoog gaan, dan ben ik ook niet goed gestemd. En denk van jongens, laten we echt duimen dat dit niet weer een golf wordt. Want wij kunnen dit niet aan als samenleving. Is er goede hoop? Ik heb altijd goede hoop. Dus als u mij vraagt, is er goede hoop, zeg ik ja. Soms tegen beter weten. Het hangt van ons af, niet ons gedrag alleen. Van hoe we met elkaar, ook mensen, ook beleidsmakers, hoe communiceer je met die andere persoon? Ja. Toch? En niet alleen van het gedrag wat we hebben, is niet alleen een individueel toestand. Het is iets wat we samen collectief bepalen. Ja. En dat betekent ook het gedrag van de politici. Het betekent het gedrag van de leerkrachten. Het betekent het gedrag van u en het gedrag van mij. Helemaal. Heel mooie afsluiten. En we zijn door onze tijd heen, jammer. Maar ik bedank dokter Crodinton voor zijn deelname aan dit programma. Graag gedaan. En dan heeft u dat ook gehoord hier bij Under the Loop. Wilt u dat programma nog nazien? Dat kan nog op onze Facebookpage of onze YouTube-pagina. Dat kan altijd, kunt u altijd nakijken. Voor een nieuwe aflevering, dan moet u gewoon volgende week, maandag om 8:00, afgestemd zijn op ATV 12.1. Een hele fijne avond verder en tot de volgende keer. Dag.